Hallo, mijn naam is Daniele Bianchi en in deze video presenteer ik de Grin Biog 120 hakselaar voor professionele toepassing. Deze machine is voorzien van maar liefst een 23 pk Vanguard motor en rupsbanden. De Biog 120 verhakselt snoeiresten tot 120 mm diameter met hoge verwerkingssnelheid en hoogwaardige verhakseling. Door het compacte formaat en de inklapbare invoertrechter kan je de hakselaar makkelijk vervoeren en stallen. Laten we de machine nader bekijken. We beginnen aan de invoerkant. De invoertrechter is heel breed, maar liefst 1 meter. En de bovenkant is helemaal open. Je voert dus makkelijk snoeiresten in, ook al zijn ze volumineus en vezelrijk. De veiligheidsvoorzieningen zijn binnen handbereik en eenvoudig te bedienen. De toegang tot de aanvoerrol en de verhakseltrommel is eveneens wijd. De snoeiresten worden automatisch het verhakselsysteem ingevoerd, dankzij een vertande rol van hoogwaardig staal en die hydraulisch aangedreven wordt. Je kunt de invoersnelheid makkelijk aanpassen, dankzij het eenvoudige bedieningspaneel. Een stressmeter meet de belasting van de motor en indien nodig past de snelheid van de invoerrol automatisch aan, wanneer de snoeiresten moeilijk te verwerken zijn. Voor controle is er toegang tot de invoerrol via de afdekkap aan de bovenkant van de hakselaar. Het hart van de hakselaar is de verhakseltrommel. Het Grin verhakselsysteem beoogt wie een kwaliteitsverhakseling wil, dat wil zeggen heel fijn en heel homogeen. Maar ook wie moeilijke vezelrijke of harde snoeiresten wil verwerken. Aangedreven door de uiterst krachtige 23 pk tweecilindermotor genereert de verhakseltrommel een heel groot uitwerpvermogen naar de uitvoertrechter. Dit voorkomt verstopping, zelfs met moeilijk snoeimateriaal. De uitvoertrechter is erg wijd, 40 bij 20 cm en zonder vernauwing aan de onderkant. De uitvoerhals werpt het verhakselde met aanzienlijke kracht uit, op ongeveer 1,95 meter van de grond. Je kunt handig de uitwerphals 360 graden draaien en de uitvoerklep stellen om het verhakselde in bijvoorbeeld een laadbak te richten of daar waar je het wilt hebben. Dankzij de rupsbanden is de Biog 120 gemakkelijk overal in te zetten. De rupsbanden zijn hydraulisch aangedreven en specifiek ontwikkeld voor deze hakselaar. Ze zijn 105 cm lang en 90 cm breed. Waarmee een ongeëvenaarde stabiliteit en wendbaarheid mee bereikt wordt. De rupsbanden zijn geschikt voor zowel gazon, oneffen terrein als hellingen tot 32%. En de verplaatsingssnelheid is ongeveer 2,5 km per uur. Het stuurgemak komt door de aanwending van een enkele motor, die zowel zorgt voor de aandrijving van de rupsbanden als van het verhakselmechanisme. Daardoor is sprake van een laag zwaartepunt en een optimale gewichtsverdeling. De invoertrechter is op twee scharnierpunten inklapbaar. Ingeklapt neemt de hakselaar maar 1,75 meter in beslag. Je kunt eveneens de uitvoerhals loskoppelen, waardoor de hakselaar slechts 1,50 meter hoog is. Daardoor kun je de Biog 120 zelfs in de kleinste bestelbus kwijt. Per slot van rekening beoogt de Biog 120 de professional, die behoefte heeft aan een makkelijk te vervoeren en te manoeuvreren machine. De krachtige motor, de fabrikage- en assemblagekwaliteit, de hoogwaardige materiaalkeuzes, het Made in Italy, brengen lage onderhoudskosten met zich mee. Een duurzame oplossing, ook bij intensief gebruik. Zoals voor alle Grin-producten geldt, kun je een geheel vrijblijvende testdrive bespreken bij de officiële Grin-dealer. Ervaar zelf welke kwaliteiten de Biog 120 biedt.